Mijn naam is Timo Guddershoven en ik wil jullie aandacht vragen voor het volgende probleem. Mijn moeder is enkele jaren geleden overleden aan de gevolgen van dementie. Dementie is een slopende ziekte die langzaam maar zeker zorgt dat lichaam en geest aftakelen, waardoor de dementerende uiteindelijk zijn aangewezen op het vervoer per rolstoel. Door de dementie raken mensen verward, met als gevolg dat ze in paniek raken op de momenten dat ze geen begeleider zien die hun kan helpen. Naar verwachting zal het aantal dementerende mensen in Nederland explosief stijgen met een piek van 700.000 mensen in 2055. Ik zou graag willen dat we hier samen een oplossing voor vinden, zodat de dementerende en hun begeleiders een uitje in de buitenlucht kunnen maken. Zelf heb ik hier al een idee voor uitgewerkt. De dementerende en begeleider hebben hierbij ook contact. De begeleider kan meteen reageren op gezichtsuitdrukkingen en of opmerkingen van de patiënt. Beiden hoeven zich niet in allerlei bochten te wringen om contact met elkaar te maken, waardoor er meer plezier kan worden beleefd aan de wandeling. Uiteraard sta ik open voor andere oplossingen, waar ook de andere 250.000 rolstoelgebruikers in Nederland gebruik van maken en plezier aan kunnen beleven. Werk jij in de zorgverlening, de hulpmiddelenmarkt, ben je een producent of een productontwikkelaar, dan wil ik je bij deze uitnodigen aan mijn tafel. Tot zo!